The subject of today's session is one of the more troubling passages in Genesis. Het onderwerp van vanavond is een van de moeilijkere passages in de Bijbel. It's not troubling simply because people seem to be behaving in a manner that doesn't seem right. Het is niet zozeer zorgwekkend, problematisch, omdat mensen niet op de juiste manier zouden handelen. Unfortunately, ever since there were people, ever since Genesis chapter 3, people were doing things that didn't seem right. En al zo vroeg als Genesis 3 zijn er al mensen geweest die dingen hebben gedaan die niet juist zijn. But it's a very different situation when the people who seem to be doing what is not right are our holy fathers and mothers. Maar op het moment dat mensen die dingen doen die niet kloppen, onze voorouders zijn, onze vaders en moeders, dan is er wel iets grondig mis. Now of course we'll note that this is a uniqueness of the Bible. We're familiar with many histories that come from roughly the same period as the Bible in other nations. Dit is een uniek verhaal zoals dat in de Bijbel staat. We kennen ook al verhalen uit andere culturen die ongeveer even oud zijn. In general, even among many modern histories, people like to praise themselves and describe everything they do that is right and good. Toen en ook tegenwoordig willen mensen graag zichzelf aanprijzen en alleen de dingen beschrijven die goed waren. The Bible describes all the things we do wrong as well, maybe even more so. De Bijbel vertelt juist ook over de dingen die we verkeerd doen. Misschien zelfs gaat het daar wel meer over dan over de dingen die we goed doen. It isn't after all there to praise us, but to teach us. Ten slotte is de Bijbel niet geschreven om ons aan te prijzen, maar om ons iets te leren. Obviously part of teaching us is to stress when we go wrong. En onderdeel van dat onderwijzen is wanneer er dingen misgaan. And that certainly seems to be the case when we confront Genesis chapter 27. En dat lijkt ook hier het geval te zijn als we beginnen bij hoofdstuk 27 van Genesis. That is, what's described in this chapter is getting the blessing from Isaac. En wat beschreven wordt in dit hoofdstuk is de zegen die Isaac gaat geven. But it certainly seems to be getting the blessing by being dishonest. Maar blijkbaar wordt die zegen verkregen op een oneerlijke manier. I think to save time we're not going to read the chapter inside right now, but let's at least focus on some important highlights. Of course, I'm sure everyone is familiar with the story, so this is just a reminder. Omwille van de tijd gaan we niet het hele hoofdstuk lezen, maar lichten we alleen de belangrijkste punten eruit. We gaan er ook een beetje vanuit dat iedereen dit verhaal wel een keer gehoord heeft. Isaac summons Esau and says to him, I want to bless you before I die. And so go and hunt for venison and prepare savory food that I love and that will inspire me and I will bless you before I die. Isaac roept Esau bij zich en zegt van ik ben oud geworden, ik wil je zegenen. En hij draagt zijn zoon op om een stuk wild voor hem te jagen en daarmee een smakelijk gerecht voor hem klaar te maken zoals hij het graag heeft.
En dat zal hem dan inspireren om die zegen te geven. En Rebecca learns of this conversation, tells Jacob that she is going to prepare him to go in to get the blessing instead of Esau. En Rebecca, die dat hele gesprek heeft gehoord, die gaat Jacob, roept Jacob bij zich en maakt hem klaar om de tent van Isaac in te gaan om de zegen te verkrijgen in plaats van zijn broer Esau. Which of course is exactly what happens. That is, we won't go into all of the dirty details right now, but that Rebecca equipped Jacob to come in to Isaac, who is blind, as an impostor. En dat is precies wat er gebeurt. Jacob gaat er naar binnen en we zullen het niet hebben nu over de details, maar hij verschijnt daar als zijn broer Esau, als een leugenaar eigenlijk. He introduces himself as Esau. He eventually convinces Isaac that he is Esau, and ultimately Isaac gives him the blessing that had evidently been intended for Esau. En Jacob doet zich voor als Esau tegenover zijn blinde vader Isaac, en hij gelooft hem ook zo dat hij Esau is, en zo verkrijgt hij dan die zegen. Which is all fine, I suppose, until Esau shows up and wants to get his blessing. En dat is allemaal nog niet zo'n probleem, totdat Esau terugkomt om de zegen te ontvangen. And when Isaac realizes that he was fooled, in verse 33, we read a very critical statement. Isaac trembled exceedingly and said, "Who then is he that has taken venison and brought it to me, and I have eaten of all before you came, and have blessed him? Yea, he shall be blessed." En dan komt Isaac er dus achter dat iemand anders in de tent was. En dan komen we bij vers 33 aan. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei: "Wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn." Well, with the dawning realization that Jacob had come in to Isaac and had presented himself as Esau and received the blessing, Esau is of course none too pleased. En met dat Esau zich realiseert dat zijn broer Jacob naar binnen is gegaan als een bedrieger en hem de zegen heeft ontfutseld, ja, daarna is Esau toch behoorlijk ontsteld. And Esau eventually succeeds in convincing Isaac to give him an alternate blessing. En Esau slaagt er uiteindelijk in om zijn vader Isaac een alternatieve zegen te ontfutselen. But the end of the story, in verse 41, and Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, "Let the days of mourning for my father be at hand, then I will slay my brother Jacob." En dan richting het einde van het verhaal, in vers 41 lezen we: Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart: "De dagen van rouw over mijn vader naderen. Dan zal ik mijn broer Jacob doden." So, Jacob got the blessing. He needs to run for his life. Dus Jacob krijgt de zegen, moet rennen voor zijn leven.
in verse 42, Rebekah tells Jacob that Esau intends to kill him, and in verse 43 says, "Now therefore, my son, hearken to my voice and arise, flee to Laban, Laban, my brother, to Haran." En in vers 42 vertelt Rebekka dan aan Jacob de woorden van Esau dat hij hem wil doden. En in vers 43 adviseert ze hem, zegt ze hem van je moet vluchten naar Haran, naar mijn broer Laban. Now, Jacob remains in Laban's house for 20 years, as he states explicitly later on. Nu, Jacob gaat naar Laban en verblijft daar 20 jaar, zoals we verderop kunnen lezen. And so, Jacob spends a significant fraction of his life in exile after having received this blessing. En zo brengt Jacob toch een behoorlijk aandeel van zijn leven door in ballingschap na het verkrijgen van de zegen. It's interesting to note that we have another passage, another context in the Torah that speaks of a punishment of exile. En het is interessant om in een ander gedeelte van de Bijbel te lezen over een straf, namelijk een ballingschap. In both Numbers chapter 35 and in Deuteronomy chapter 19, we read of the cities of refuge to which people who committed murder unintentionally were required to flee for their protection. In zowel Numeri 35 als in Deuteronomium 19 lezen we over de vrijsteden waarheen iemand kon vluchten voor zijn veiligheid nadat hij iemand onopzettelijk gedood had. Now, while we might at first brush think the city of refuge is just a gift, a mechanism for the unintentional murderer to protect himself, in Numbers chapter 35, it is clearly more than that. We zouden kunnen denken dat de vrijsteden ja, een cadeau zijn voor de veiligheid van iemand die onopzettelijk iemand gedood heeft. Maar in nummer 35 wordt duidelijk dat het meer is dan dat. In Numbers chapter 35, verse 28, we read, "He must remain in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the manslayer may return into the land of his possession." He must stay there. Want in Numeri 35 vers 28 lezen we dat zo iemand die doodslag begaan heeft, in zijn vrijstad moet blijven tot de dood van de hoge priester. Pas na de dood van de hoge priester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. En hij moet dus in die vrijstad blijven. And by way of summary, in verse 29, "These things shall be a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings." In vers 29, "Dit zal voor u als een rechtsverordening gelden, al uw generaties door, in al uw woongebieden." And part of that is, in verse 32, "You shall take no ransom for him that is fled to his city of refuge, that he should come again to dwell in the land, until the death of the priest." He must stay there. En onderdeel van die rechtsverordeningen lezen we ook in vers 32. "U mag ook geen losgeld aannemen voor degene die naar zijn vrijstad is gevlucht, zodat hij voor de dood van de hoge priester terug kan keren om in het land te wonen. Hij moet dus in die vrijstad blijven." Inevitably, the question is, why? What's the point? Why does the unintentional murderer have to stay in the city of refuge? Have to stay, in effect, in exile from his home, from his land?
En zo rijst dan onvermijdelijk de vraag, waarom? Wat is het punt van deze regeling? Waarom moet iemand die doodslag heeft begaan in die stad blijven, als het ware in ballingschap, weg van zijn huis, weg van zijn akker? After all, he didn't do it intentionally. It wasn't on purpose. It was unintentional. Tenslotte heeft hij niet opzettelijk iemand vermoord. Het was onopzettelijk. Het was geen moord, het was doodslag. And inevitably, the response must be, there is an unfortunate little fact that we can't ignore, even though what he did unintentionally. En er is wel een feit dat we niet over het hoofd mogen zien, ondanks dat hij dat doden niet expres heeft gedaan. That is, the victim is still dead. En dat feit is, het slachtoffer is nog steeds dood. There are consequences of a person's actions. And one needs to take responsibility for those consequences, even if it was done unintentionally. Er zijn gevolgen verbonden aan elke actie. En ja, je moet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen ervan. I'm stressing this because we have an ancient tradition that Jacob is forced to flee to Haran, to Laban, because Jacob is, in a way, likened to an unintentional murderer. En ik benadruk deze dingen, dus dat iemand ook verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn daden als hij onopzettelijk iets heeft gedaan, omdat we een traditie hebben dat Jacob in ballingschap gaat naar Haran, omdat hij Esau bedrogen heeft. He didn't intend to commit such a terrible crime against his brother, but he did. Op een bepaalde manier wordt hij dus ook vergeleken met die moordenaar die onopzettelijk een moord begaat. En in dit geval, hij wilde niet opzettelijk zijn broer zo bedriegen, maar het is toch gebeurd. In a way, it's even like killing him, because Esau, after this, is spiritually dead. En op een bepaalde manier heeft hij Esau zelfs om het leven gebracht. Want na deze daad is Esau effectief spiritueel dood. This is unfortunately the kind of story in which there really is no simple happy ending. Dit is helaas een van die verhalen waarin er niet simpel een gelukkig einde is. And I feel compelled also to note that besides having to flee into exile, Jacob, it seems for much of the rest of his life, is subject to acts of deceit that are in a way reminiscent of what he did to his own father. En behalve dan nog die ballingschap waar Jacob mee te maken krijgt, krijgt hij ook in de rest van zijn leven voortdurend te maken met bedrog. Als het ware een reflectie van wat hij zijn eigen vader heeft aangedaan. Just consider in Genesis chapter 29, when Jacob comes to Laban's house and he asks Jacob what his wages shall be, and Jacob offers to serve Laban 7 years in order to be able to marry Rachel. Kijk bijvoorbeeld maar eens in Genesis 29 vanaf vers 15, waar Laban tegen Jacob zegt van, je hoeft toch niet voor niets te werken, vertel mij maar wat je loon moet zijn.
En dat Jacob zegt van nou, dan wil ik 7 jaar werken voor Rachel. 7 years. And you know what happened at the end after all. 7 jaar en je weet wat er uiteindelijk gebeurde. That in verse 23 we read, it came to pass in the evening that Laban took Leah, his daughter, and brought her to Jacob, and he went in unto her. In vers 23 lezen we, en het gebeurde 's avonds dat hij, dat is Laban, zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht, bij Jacob. En hij, Jacob, kwam bij haar. And when in verse 25 Jacob protests, what is this that you did to me? Did I not serve you for Rachel? Why have you tricked me? En in vers 25 lezen we dan dat hij Jacob tegen Laban zegt, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? So Laban has an excuse. It is not so done in our place to give the younger before the firstborn. En Laban heeft dan een excuus. Zo doet men niet bij ons dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Very nice, but of course you could have said so before. Dat is allemaal best aardig, maar dat had hij natuurlijk ook voor die 7 jaar kunnen zeggen. And he has Jacob work another 7 years in order to justify being wed as well to Rachel. En hij zorgt ervoor dat Jacob nog 7 jaar bij hem gaat werken om rechtmatig ook zijn andere dochter te kunnen trouwen, Rachel. And of course that's not where the deceit ends. In Genesis chapter 30 we read of the arrangement after those 14 years of work are complete for Jacob getting a salary from Laban. En daar eindigt het bedrog niet, want in hoofdstuk 30 gaat het dan weer verder met het loon dat Jacob zou krijgen van Laban voor het werk dat hij voor hem doet. Nadat dus al die 2 keer 7 jaar zijn volgemaakt. En the arrangement when Laban asks Jacob to propose one, that he proposes, as undoubtedly everyone recalls in verse 32, is to get all of the spotted and speckled sheep. En in vers 32 van hoofdstuk 30 lezen we dan de regeling die Jacob voorstelt als zijn loon voor het werk dat hij doet. Om elk gespikkeld en gevlekt dier af te zonderen. Elk zwart dier onder de schapen dat gevlekt en gespikkeld. Sorry. Elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten. En dat zal dan het loon van Jacob zijn. En in order to demonstrate his righteousness, that he's not taking anything that doesn't belong to him, he says to Laban that Laban can take all of the lambs that are speckled, that is, all of the young that are of mixed color, and then Jacob's wages will only be the ones that are born henceforth. En als getuige van de gerechtigheid van Jacob stelt hij dan in vers 33 voor dat Laban de kudde door mag gaan om al die gespikkelde en gevlekte jonge dieren weg te nemen, zodat alleen de dieren die vanaf dat moment gespikkeld en gevlekt geboren worden, het loon van Jacob zullen zijn. En dat duidelijk is dat die dieren niet eerder al geboren waren. Instead, in verse 35, we read that Laban takes all of the adult sheep and goats that are speckled and spotted and gives them to his own sons to shepherd. Echter lezen we in vers 35 dat Laban dan weliswaar door de kudde gaat, maar niet alleen de jonge gevlekte en gespikkelde dieren neemt, maar ook de volwassen gevlekte en gespikkelde dieren. En die geeft hij aan zijn zonen in bewaring.
Which of course would mean that it would take a miracle for any new speckled or spotted sheep to be born. En dat betekent natuurlijk dat er een wonder moet gebeuren om ja, vanaf nu gespikkelde of gevlekte dieren geboren te laten worden. Again, deceit, trickery. Opnieuw bedrog. Fortunately for Jacob, it was a miracle. And God did save Jacob. Gelukkig voor Jacob gebeurde er inderdaad een wonder en redde God hem. As Jacob reports to Rachel and Leah in Genesis chapter 31, when he calls them out to the flock to be able to speak with them privately. En in Genesis 31 lezen we dan dat Jacob zijn vrouwen Lea en Rachel bij zich roept om in het privé met hen te spreken. He recounts in verse 7, your father mocked me and changed my wages 10 times, but God suffered him not to hurt me. In Genesis 31 vers 7 lezen we, jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd, maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. If he said, in verse 8, the speckled will be your wages, then all the flock bore speckled. And he said, the streaked will be your wages, then all the flock bore streaked. Vers 8, wanneer hij dit zei, de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei, de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen. But you know, when one considers how this narrative reads, there is a sad, even tragic irony that seems to emerge from the dialogue between Jacob and Rachel and Leah. Als we het verloop van dit verhaal bekijken, dan is er een droevige, zelfs ja, tragische ironie in ja, ook de reactie van Leah en Rachel. Rachel and Leah, it seems, need to reassure Jacob. In verses 14, 15 and 16. Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? En Rachel en Lea moeten Jacob als het ware nog bevestigen. Met een vraag in vers 14, 15, 16. Is er voor ons nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze vader? Are we not accounted by him strangers? For he has sold us and has quite devoured our price. Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij heeft ons immers verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt. For all the riches that God has taken away from our father, that is ours and our children's. Now then, whatsoever God has said unto you, do. En vers 16, want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die behoort ons en onze kinderen toe. Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. You almost get the sense that they feel they have to reassure Jacob that they're with him, because he doesn't know who he can trust. Je krijgt haast de indruk dat Lea en Rachel Jacob ervan moeten verzekeren dat ze te vertrouwen zijn, dat ze met hem zijn. Als Jacob weet niet meer wie hij kan vertrouwen. When you live in a world of deceit, that's what happens. En wanneer je leeft in een wereld van bedrog, dan is dat wat er gebeurt. Je weet niet meer wie je kunt vertrouwen. And of course, deceit doesn't end there in Jacob's life either. En natuurlijk stopt ook hier het bedrog niet in Jacob's leven. In Genesis chapter 37,
after the brothers sell Joseph, Reuben returned to the pit. He saw Joseph was not in the pit, and he rent his clothes. In Genesis 37, als de broers Jozef hebben verkocht of in de put hebben gegooid, en Ruben dan later terugkeert en in die put kijkt en hij ziet daar Jozef niet, dan scheurt hij zijn kleren. That is evidently he anticipates that since he is the eldest son, he will be blamed that Joseph is gone. En het mag duidelijk zijn dat hij dus als oudste zoon van Jacob de bui ziet hangen. Dat hij wel de schuld zou krijgen van het feit dat Jozef verdwenen is. So, he says to his brothers, the child is not, and as for me, where shall I go? En dan zegt hij van, de jongen is er niet, en ik, waar moet ik naartoe? And in verse 31, they took Joseph's coat and slaughtered a he-goat and dipped the coat in the blood. En in vers 31 namen ze het gewaad van Jozef, ze slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in dat bloed. And they sent the coat of many colors, they brought it to their father and said, this have we found, know now whether it is your son's coat or not. Vers 32, zij stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben wij gevonden, kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. What a deceit. Jacob spends the next 22 years mourning for his beloved son. Wat een bedrog. Jacob brengt de volgende 22 jaar van zijn leven al rouwend door om het verlies van zijn zoon Jozef. The truth is that although in verse 33 he said, it is my son's coat, an evil beast has devoured him. Joseph is without doubt torn in pieces. En ondanks dat in vers 33 Jacob zegt, het is het gewaad van mijn zoon, een wild dier heeft hem opgegeten, Joseph is ongetwijfeld verscheurd. We see afterward that Jacob, evidently from the outset, suspected his own sons of foul play. Zien we later op in het verhaal dat blijkbaar Jacob al van het begin af aan de broers verdacht om iets met Jozef te hebben uitgehaald. You just consider what happens in Genesis chapter 42 when the brothers return from Egypt and speak of the harsh lord of the land who spoke roughly with them and accused them of being spies. Kijk maar eens naar Genesis 42, als de broers terugkomen uit Egypte en aan Jacob vertellen over die strenge heer van het land die harde woorden tegen hen sprak en hen voor spionnen hield. And after they complete their tale of woe, how do you expect Jacob to react? En nadat ze dit hele verhaal, dit hele relaas hebben gedaan aan hun vader, hoe zou je dan verwachten dat Jacob reageert? You would think a loving father would have words of consolation. Don't worry, it's not so bad. We'll figure out how to get Simeon, Shimon back from Egypt. Je zou verwachten van een liefhebbende vader dat hij met troostende woorden komt en zegt van, kom op, het is niet zo erg als dat het lijkt. We vinden wel een manier om Simeon weer terug te krijgen uit Egypte. Instead, we read in verse 36, Jacob their father said to them, me you have bereaved of my children. Joseph is not, Simeon is not, and if you take Benjamin away,
upon me all these things come. Maar we lezen daarentegen de reactie van Jacob in vers 36. Jullie beroven mij van mijn kinderen. Jozef is er niet meer en Simeon is er niet. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. You bereaved me of my children because Joseph is not. But I thought it was a wild animal. Jullie beroven mij van mijn kinderen. Jozef is er niet meer, maar ik dacht dat Jozef verscheurd was door een wild dier. Jacob doesn't trust them. Jacob vertrouwt ze niet. He doesn't trust them that what they're describing about Simeon being taken captive is true either. Ze vertrouwen de beschrijving van wat ze, hun relaas uit wat er met Simeon is gebeurd ook niet. And at this stage, it appears that he's even suspecting them of wanting to take Benjamin in order to do away with Benjamin as well. En het mag duidelijk zijn dat zij ze er ook van verdenkt om Benjamin mee te willen nemen om zich ook van hen te ontdoen. And the truth is that even when the brothers come back and report that Joseph is alive, he still doesn't believe them anymore. En zelfs als die broers daarna dan weer terugkomen en zeggen dat Jozef leeft, dan gelooft hij ze ook niet. In Genesis chapter 45, verse 26, when the brothers come back from Egypt and they say Joseph is yet alive and he is ruler over all the land of Egypt, we read, Jacob's heart fainted, for he believed them not. He didn't believe them. In Genesis 45, vers 26, lezen we dat die broers dus terugkomen uit Egypte en zeggen, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En dan lezen we over Jacob, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Hij geloofde hen gewoon niet. So on the one hand, we read a story here that strikes us, I would almost say, is crime and punishment. Dus we lezen hier een verhaal dat er ja, onderaan de streep er zo ongeveer op neerkomt. Dat, er, ja, dat het een verhaal is van misdaad en straf. In order to get the blessing, Jacob tricks his father. Om de zegen te verkrijgen, bedriegt Jacob zijn vader. Spiritually, he basically kills his brother, Esau. Geestelijk gezien, ja, doodt hij daarmee eigenlijk zijn broer Esau. And so, as punishment for tricking his father, he lives the rest of his life being tricked by other people. En als straf voor het bedriegen van zijn vader, wordt hij de rest van zijn leven zelf ook bedrogen. He can't trust anybody. Hij kan niemand vertrouwen. And for inadvertently killing his brother spiritually, he ends up having to go into exile for over 2 decades. En zo, ja, onvermoed zijn broer Esau spiritueel gedood te hebben, moet hij 20 jaar in ballingschap. So all this is one level in how we read this story. En dit is één niveau dat we lezen in dit verhaal. That's not the only level at which we need to read the story though. Maar er zijn meerdere niveaus om dit verhaal te bekijken. And this is clear from a number of key verses that we see in the story and its aftermath as well. En dit is ook wat we gaan zien in een aantal versen uit dit verhaal en de nasleep ervan. Just consider again what Isaac says the moment that he realizes that he was tricked by Jacob. Let er even op wat Isaac zegt op het moment dat hij erachter komt dat Jacob hem bedrogen heeft.
Let's return to Genesis chapter 27, verse 33. Laten we teruggaan naar Genesis 27, vers 33. Isaac trembled very exceedingly and said, Who then is he that has taken venison and brought it to me, and I've eaten of all before you came and have blessed him? Yea, he shall be blessed. Toen beefde Isaac van groot en hevige schrik en zei, Wie was dan hij die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. What do you mean he shall be blessed? You should have cursed him just then. Hoe bedoel je, gezegend zal hij zijn? Je had hem moeten vervloeken, meteen op dat moment. You realize you were tricked? Retract the blessing. Op het moment dat je erachter komt dat je bedrogen bent, dan trek je toch de zegening terug? Well, there are two possibilities, maybe more, but I can think of two possibilities in understanding what Isaac is saying. En er zijn twee mogelijkheden, of tenminste weet ik twee mogelijkheden, om ja, te interpreteren wat Isaac hier precies zegt. One, and this is an idea that is expressed by Bible scholars from many centuries ago, is that Isaac felt that the blessing that he had given had stuck. He knew he was a prophet. That the one who received the blessing really was the one who was the intended recipient of the blessing, even if he didn't know it. En eens een opvatting die ook naar voren wordt gebracht door ja, Bijbelgeleerden van eeuwen geleden, is dat Isaac aanvoelde vanwege een profeet die ze gaven, dat degene aan wie hij de zegen had gegeven, ook daadwerkelijk degene was die de zegen behoorde te ontvangen. The other possibility is that even if officially Isaac was tricked, once he realizes that he was tricked, he really is positively inclined to bless Jacob and says, oh, he got the blessing by tricking me. May he nevertheless be blessed. En de andere is dat op het moment dat Isaac erachter komt, dat hij op dat moment denkt van, nou, weet je wat, oh, hij heeft me bedrogen. Nou, weet je wat, en toch zal hij gezegend zijn. There's another indication of this later on in the narrative when we read about the blessing that evidently Isaac had intended for Jacob all along. En er is nog een aanwijzing daarover verderop in het verhaal als we lezen over de zegening die Isaac eigenlijk in gedachten had al die tijd al voor Jacob. At the beginning of Genesis chapter 28, after Rebekah tells Isaac that he should send Jacob away to find a wife elsewhere. Als we lezen in Genesis 28 dat Isaac Jacob bij zich roept om hem te zeggen dat hij een vrouw moet zoeken, niet uit de dochters van Canaan, maar uit het huis van zijn familie. Read in verse 1, Isaac called Jacob and blessed him. Blessed him knowing it's Jacob. And charged him and said to him, You shall not take a wife of the daughters of Canaan. En dan lezen we dus in 28 vers 1, Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zei tegen hem, Neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. And so he says in verse 2, Arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, your mother's father, and take a wife from there of the daughters of Laban, your mother's brother. Vers 2, sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. And then he adds two more critical verses.
En dan voegt hij nog twee zeer belangrijke versen toe. Verse 3. And God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be a congregation of peoples. Vers 3. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Verse 4. And give you the blessing of Abraham to you and to your seed with you, that you may inherit the land of your sojournings which God gave Abraham. Vers 4. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Yeah, this is amazing. Dit is heel bijzonder. First of all, not a single word of criticism for having gotten the first set of blessings that weren't intended for him. Allereerst, er is geen enkel woord van kritiek hier over de wijze waarop hij aan zijn eerste zegen was gekomen. Indeed, here, purposefully, deliberately, he shall be blessed. Isaac blesses Jacob. En hier, doelgericht opzettelijk, Jacob zal gezegend zijn. But there's something even more extraordinary here. Maar er is iets wat nog uitzonderlijker is hier. You notice the reference in verse 4 to the blessing of Abraham? Is het je opgevallen dat er in vers 4 gerefereerd werd aan de zegen die aan Abraham was gegeven? Where in the narrative here did we read before about the blessing of Abraham? Waar in dit verhaal hebben we eerder gelezen over de zegen van Abraham? Of course the answer is nowhere, which is exactly the point. En natuurlijk is het antwoord nergens, en dat is precies het punt. The first blessing was the blessing that Isaac gave Jacob, thinking that it was Esau. De eerste zegen die Isaac aan Jacob gaf, die gaf hij denkende dat het Esau was. That blessing was exclusively material, physical. Die zegening was uitsluitend materieel gericht, op spullen gericht. The blessing that Isaac gave Esau, knowing that it was Esau, is also a completely material, physical blessing. En ook de zegen die Isaac aan Esau geeft, wetende dat het Esau is, is volledig materieel, fysiek van aard. The blessing Isaac gives Jacob, knowing it's Jacob, is a spiritual blessing. De zegen die Isaac aan Jacob geeft, terwijl hij weet dat het Jacob is, is een geestelijke zegening. The blessing of Abraham is to be the spiritual heir of Abraham. De zegening van Abraham is om de geestelijke erfgenaam te zijn van Abraham. The blessing of Abraham, therefore, necessarily includes something else that wasn't mentioned earlier, which is the land of Israel. De zegen van Abraham omvat dan ook iets wat ook eerder, nog niet eerder genoemd was, namelijk de belofte voor het land Israël. That you may inherit the land of your sojournings which God gave Abraham. Dat je het land waar je vreemdeling bent in bezit mag krijgen dat God aan Abraham gegeven heeft. Because it is self-evident that the land is there as part of the spiritual mission for the spiritual heir of Abraham. Want het spreekt vanzelf dat dat land toebehoort, bij de erfenis hoort van de geestelijke erfgenaam van Abraham. Dat hoort bij die missie. Evidently, Isaac never even considered giving that blessing to Esau, or he would have mentioned it
in the first blessing that he gave to Jacob, thinking it was Esau. Het mag duidelijk zijn dat Isaac nooit heeft overwogen om die zegening te geven aan Esau. Want anders had hij dat meteen wel gedaan toen hij dacht dat hij Esau voor zich had. Isaac knew who his spiritual heir was, who was entitled to the blessing of Abraham. Isaac wist prima wie de geestelijke erfgenaam was voor het vervolg van de lijn van Abraham. That was never Esau. Dat is nooit Esau geweest. And of course, inevitably, one cannot help but note here that if we regarded Jacob as simply a thief, we certainly wouldn't expect to read about him what we read in the continuation of Genesis chapter 28. En als we dit zo opvatten dat we Jacob simpelweg zien als een ordinaire dief, dan zouden we nooit over hem lezen wat we lezen in hoofdstuk 28. He has a vision of God in prophecy telling him in verse 13, I am the Lord, the God of Abraham, your father, the God of Isaac, the land whereon you lie, to you I will give it and to your seed. En daar krijgt hij een visioen in 28 vers 13, waarin God tot hem spreekt. En de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. In other words, God confirms that the blessing of Abraham, which includes the land, as Isaac expressed that blessing in verse 4, indeed is going to Jacob. En zo bevestigt God dat die geestelijke zegen, die zegen van Abraham, die ook het land Israël omvat, inderdaad naar Jacob gaat, zoals ook Isaac dat eerder al had uitgesproken. And moreover, in verse 15, behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back into this land, into the land of Israel. For I will not leave you until I have done that which I have spoken to you of. In vers 15 lezen we, en zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, het land Israël. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. God confirms this blessing again in Genesis chapter 35. We once again, in changing Jacob's name to Israel, he confirms the spiritual level that Jacob has attained, and he promises him again that the land which I gave to Abraham and Isaac, I am giving to you and your seed after you. En in Genesis 35 lezen we okay, I lost it. The promise of the land again. In other words, again confirming the unique spiritual level of Jacob. Dan lezen we dat God opnieuw die belofte aan hem bevestigt. Hè, als hij de naam Israël krijgt. Om daarmee aan te duiden dat hij een bepaald geestelijk niveau heeft bereikt. En dat hij daarbij ook dat land Israël krijgt als belofte. So evidently, Jacob taking the blessing is not engaging in a simple act of deceit. Nor was Rebecca telling him to do so in order to make him into a man of deceit. Dus ja, terugkijkend kunnen we dat bedrog van Jacob door die zegen af te pakken niet zien als simpelweg een daad van opzettelijk bedrog. En ook Rebecca heeft niet moedwillig haar zoon tot een bedrieger gemaakt. That is, we recognize from the outset, Esau and Jacob were very different personalities.
We zien aan het begin al dat Esau en Jacob heel verschillende persoonlijkheden zijn. In Genesis chapter 25, verse 27, the boys grew and Esau was a cunning hunter, a man of the field. And Jacob was a simple-minded, single-minded man, dwelling in tents. In Genesis 25, vers 27 lezen we dat Esau een man is die ervaren is in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een eenvoudige man die in tenten woonde. Now, Jacob is not the cunning man. On the contrary, he is the simple man. En Jacob is niet de sluwe man, hij is een eenvoudige man. When Esau, in exchange for the red pottage, is willing to sell his birthright to Jacob, it's not because Jacob outsmarted him. Als Esau aan Jacob zijn eerstgeboorterecht verkoopt voor die rode soep, dan is dat niet omdat Jacob hem te slim af is geweest. In verse 32, Esau says, I'm going to die. What profit will the birthright be for me? In vers 32 van hoofdstuk 25 lezen we, Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? And after swearing to Jacob that he gave him his birthright, in verse 34, we read a very illuminating evaluation in the Bible of what Esau had done. Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink and rose up and went his way, and Esau despised his birthright. En nadat Esau dan aan Jacob gezworen heeft dat hij hem het eerstgeboorterecht verkoopt, dan lezen we een zeer verhelderende samenvatting in de Bijbel over de persoonlijkheid van Esau. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Despising the birthright means a lot more than I'm hungry, I want some soup. Het eerstgeboorterecht verachten betekent wel iets meer dan simpelweg ik heb honger, ik heb dorst, ik wil wat soep. If the birthright signifies a spiritual legacy, Esau is saying, I'm not interested in a spiritual legacy. A bowl of soup is more valuable for me than a spiritual legacy. En als dat eerstgeboorterecht een geestelijke erfenis omvat en Esau veracht dat, dan zegt hij daarmee van een kop soep is nog meer waard dan die geestelijke erfenis. That is why the Bible says Esau despised the birthright. En daarom zegt de Bijbel, zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Ironic. Isn't it that, returning again to Genesis chapter 27, this time to verse 36, when Esau is complaining about Jacob having gotten the blessing, he says, Jacob supplanted me these two times. He took away my birthright, and now he's taken away my blessing. Is het dan niet heel ironisch om te lezen in Genesis 27, vers 36? Dat Esau dan zegt, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. So, you know, ironically, we have a tradition that inadvertently Esau calmed Isaac when he said this. Because Isaac was so agitated that he had given the blessing to the son who didn't have the birthright. But now Esau says, oh, I gave him the birthright also. So Isaac is relieved to learn that he gave
the firstborn blessing to the one who had become the firstborn. Chaim, the sound dropped again in the first part of your sentence, so okay, guessing from here. We have a tradition that, ironically, when Esau said this, he inadvertently calmed Isaac, because Isaac was so agitated that he had given the blessing to the wrong son, not to the one with the birthright. But when Esau said, I also gave him my birthright, Isaac said, ah, so I guess I gave the blessing to the one who really did become the firstborn, because you gave him your birthright as well as your right to the blessing. Dus ironisch is deze opmerking van Esau, omdat er een traditie is die zegt dat Esau hier eigenlijk zijn vader Isaac mee gerust stelde, omdat hij zegt van nou, hij heeft niet alleen die zegen gekregen, maar ook het eerstgeboorterecht heb ik hem gegeven. Zodat Isaac bij zichzelf denkt van, je had je eerstgeboorterecht ook gegeven. Nou, dan heb ik die zegen ook wel aan de juiste gegeven. And we see this attitude, this mindset of Esau on a number of additional levels as well. En we zien deze karaktereigenschappen van Esau op meerdere plekken terug. That is, we know Isaac married Rebecca when he was 40. And we read in Genesis chapter 26, verse 34, that when Esau was 40 years old, just like Dad, he took to wife Judith, the daughter of Beri the Chittite, and Basemath, the daughter of Elon the Chittite. En we weten dat Isaac met Rebecca trouwde toen hij 40 jaar oud was. En dan lezen we ook in Genesis 26, vers 34, dat ook Esau, toen hij 40 jaar oud was, nam Judith, de dochter van Beri, de Chittite. But neither of these ladies was a Rebecca. En naast Beeri ook Basemat, de dochter van Elon, de Hetiet, nam hij als vrouw. En beide waren een bittere kwelling voor Isaac en Rebecca. There's, again, I said, neither of these ladies was a Rebecca. That's what I said. En geen van deze beide dames was een Rebecca. That is, when we read in verse 35, they were a bitterness of spirit unto Isaac and Rebekah. What that signifies is they obviously were not following in the spiritual path that had been marked by Abraham and Sarah, by Isaac and Rebekah. En het feit dat zij een bittere kwelling zijn voor Isaac en Rebekah houdt in dat ze duidelijk niet het pad volgen van Abraham en Sarah. En ook niet dat van Isaac en Rebecca. So how possibly could Esau be construed to be the spiritual heir of his parents and grandparents? Dus als hij niet in die geestelijke weg van zijn voorouders volgt, hoe kan Esau dan ooit een geestelijke erfgenaam zijn? Truth is, we get a fairly clear sense of this also in Esau's reaction in Genesis chapter 27, verse 41. En we krijgen zo'nzelfde soort indruk ook van Esau in Genesis 27, vers 41. We can understand that he hated Jacob because of the blessing, but that as a result, I will slay my brother Jacob. We kunnen best begrijpen dat Esau boos was op Jacob omdat hij die zegen had afgepakt, maar dat hij zijn broer wil doden. Just what does he think the blessing is going to bestow if he makes himself into a murderer? Wat denkt hij wel niet dat hij die zegen moet betekenen dat hij zijn broer wil vermoorden? And likewise, in Genesis chapter 28, after
Isaac sends Jacob to get a wife from Haran and not from the local girls. En in hoofdstuk 28, nadat Isaac Jacob op weg heeft gestuurd om een vrouw te vinden in het huis van Laban en niet uit de lokale dames. So in verse 8 we read, and Esau saw the daughters of Canaan pleased not Isaac his father. Dan lezen we in 28 vers 8. Toen zag Esau dat de dochters van Canaan niet deugden in de ogen van zijn vader Isaac. So what does he do? In verse 9, so Esau went to Ishmael and took unto the wives that he had Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife. Dus wat doet Esau dan in vers 9? Esau gaat naar Ismaël en neemt Machalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebaioth, voor zich tot vrouw naast zijn andere vrouwen. I think we realize it's quite a challenge to be this superficial, to think that this is better, that now he's going to keep the wives that he has, who are from the Canaanite women, but he's going to have an additional wife also, and that's going to make things better. Het is wel heel erg oppervlakkig gedacht dat de situatie beter wordt nadat hij Machalat trouwt, terwijl hij ook die andere vrouwen nog heeft. Een vrouw erbij en die andere zijn er nog steeds, en dan moet dat een verbetering zijn. The truth is, of course, Esau did not become a spiritually empty shell because of Jacob. De waarheid is natuurlijk dat Esau niet een lege geestelijke kokon is geworden door toedoen van Jacob. No one can become spiritually empty because of anyone other than oneself. Niemand kan geestelijk leeg raken door toedoen van iemand anders dan diegene zelf. Spiritual bankruptcy is not something that someone else can bestow. It's something that anyone who is spiritually bankrupt developed for himself. Een spiritueel failliet is niet iets wat een ander iemand toe kan brengen. Een geestelijk failliet is iets wat iemand over zichzelf brengt. And that, in short, is Esau. This is what we see in the opening words of the prophet Malachi, the last of the prophets in the Hebrew Bible, in chapter 1. En dit is wat we lezen over het karakter van Esau. En we gaan nu naar de laatste profeet Malachi. In verse 2, I loved you, God says to Israel. Yet you say, wherein have you loved us? And God's answer, was not Esau Jacob's brother? Yet I loved Jacob. In Malachi 1 vers 2 lezen we, ik heb u, dat is Israël, lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin heeft u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. But Esau I hated, and made his mountains a desolation and gave his heritage to the jackals of the wilderness. Maar Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Whereas Edom, which is Esau, says, we are beaten down, but we will return and build the waste places. Thus says the God of hosts, they shall build and I will throw down. And they shall be called the border of wickedness and the people whom God execrates forever. Vers 4, hoewel Edom, dat is Esau, zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de Heere van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken, en men zal hen noemen goddeloos gebied, en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is.
Which brings us finally to the closing thought with respect to Jacob's apparent deceit. En dat brengt ons tot de volgende afsluitende opmerking op het vermoeden bedrog van Jacob. It is of course very easy to define truth as what is factually correct and lies as what is factually incorrect. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat waarheid iets is wat te maken heeft met correcte feiten en dat leugens incorrecte feiten zijn, verdraaiingen van. Well, for the most part, that is true. It is correct. If a person says something that is false, he's lying. En voor een groot gedeelte gaat dat natuurlijk op. Als iemand dingen zegt die niet waar zijn, dan liegt hij. But that's not always an adequate definition. Maar dat is niet altijd een toepasselijke definitie. In Jeremiah chapter 10, verse 10, we read, God the Lord is the truth. In Jeremia 10, vers 10 lezen we, de Heere God is echter waarheid. He is what defines truth. Hij is degene die waarheid definieert. Now let's take an example, briefly, to illustrate this point. Laten we even wat tijd nemen om dit punt helder te maken. You remember in Genesis chapter 18, when through the angels visiting Abraham and Sarah, Abraham and Sarah are told that Sarah is going to have a child. Herinner je dat in Genesis 18 er drie mannen op bezoek komen bij Abraham en dat die dan zeggen dat Sarah een zoon zal baren? And when Sarah hears this in Genesis chapter 18, verse 12, she laughed, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old? In Genesis 18, vers 12 lezen we, daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben, en ook mijn Heer oud is? Now, in verse 13, we read what God says to Abraham, and there is a very subtle but very crucial difference. In het daaropvolgende vers, vers 13, lezen we wat God daarover tegen Abraham zegt. En er is een klein maar belangrijk verschil. Why, God asks Abraham, did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child, I who am old? Waarom heeft Sarah toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? But she wasn't really emphasizing that she was old. She was emphasizing that Abraham is old, in verse 12. Maar ze had niet zozeer benadrukt dat zij zelf oud is, maar met name dat haar heer, dat Abraham, oud is. And from this change, we learn a very important principle in our tradition. En van deze verandering, dit kleine verschil, leren we iets heel belangrijks in onze traditie. Which is that if by being factually correct, you're going to cause strife, en dat you're is not allowed to say that. En dat principe is dat als je door de waarheid onverhuld te zeggen ruzie veroorzaakt, dan mag je die waarheid niet vertellen. That is, God, so to speak, is concerned that if he says to Abraham, Sarah said that you're old, then that might cause strife between Abraham and Sarah. En want als God zou hebben gezegd tegen Abraham dat Sarah had gezegd dat Abraham oud is, dan
ja, zou dat ruzie kunnen veroorzaken tussen Abraham en Sara? So God says to Abraham, Sarah says she's old. Dus zegt God tegen Abraham dat Sarah zei dat zij zelf oud is. But what creates peace? What avoids that strife? In this case, is God's truth being factually more accurate? Would be false. Would be less true than the subtle change that God himself makes, because God is truth. En op deze wijze definieert God hier wat waar is. Niet door feitelijk heel correct te zijn, want dat zou juist minder waar zijn, maar door een kleine draai eraan te geven waardoor ruzie wordt voorkomen. En dat definieert God hier als waarheid. In the very last verse of the prophet Micha, Micah, we read in chapter 7, verse 20, you will give truth to Jacob. The Hebrew, emet, is truth. You will give truth to Jacob and kindness to Abraham. In Micha 7, vers 20 lezen we: u zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Note these differences. You will give truth to Jacob, kindness to Abraham. Abraham dedicated his entire life to doing acts of kindness. As we see in Genesis chapter 18, welcoming the wayfarers, doing everything to shower the world with his acts of kindness. That's the way he came to God. En let op dat verschil. God zal Jacob trouw bewijzen en Abraham goede tierenheid. Abraham die zijn hele leven heeft gewijd aan goede tierenheid. Ook aan gastvrijheid, zoals we zagen in dat hoofdstuk met die drie mannen. Kindness for Abraham isn't something trivial. On the contrary, kindness for Abraham is the arduous path he treks all his life in coming to God. En goede tierenheid is niet iets wat ja, voor Abraham een beetje bijhangt. Dit is de essentie van het pad wat hij loopt met God om goede tierenheid te bewijzen aan anderen. Truth for Jacob is likewise not anything simple. Not trivially going along with merely taking the simple course. That Jacob, growing up, you recall, as a simple man, would have undoubtedly preferred. En hetzelfde gaat ook op voor dat Jacob trouw bewezen wordt. Jacob en trouw hebben ook niet een oppervlakkige relatie. Waarheid is en trouw is niet zo simpel als dat het misschien zou lijken, hè, van dat we gelezen hebben dat Jacob een eenvoudige man was. Het is niet zo eenvoudig als dat hij misschien wel gewenst had. Truth for Jacob is pursuing the course of coming to God, who is truth. Waarheid is voor Jacob de manier om tot God te naderen. Want God is waarheid. The path to coming to God is never merely simple. But it is only by that uncompromising dedication to God's truth, even when it entails what, on a this-worldly level, is so troubling. And what causes Jacob
so much grief over the course of his life. Even so, that's the way Jacob comes to God, through truth. En zo is het pad naar God toe nooit simpel. Ook niet in het geval van Jacob, die worstelt met de waarheid. Maar dit is zijn pad naar God toe, door alle hobbels van het leven heen. Ook al bezorgt hem dat moeilijkheden en heel veel leed en verdriet. Waarheid is zijn pad naar God toe, die waarheid is. It isn't simple, but it's the only path, truly, to God's blessings. Het is geen eenvoudig pad, maar een pad van volledige toewijding naar Gods zegening. God bless you. God zegen jullie.